Radio 1. Lunch. Moet je als financieel journalist soms iets verzwijgen om een ramp voor de samenleving te voorkomen? Ja, zeggen sommige economen en politici. Nee, zeggen journalisten. De vraag staat ook centraal bij een parlementaire commissie in Groot-Brittannië. 5 journalisten moesten zich daar verantwoorden voor het aanwakkeren van de crisis. Ik ga erover praten met financieel commentator Willem Middelkoop. En zometeen ook met mediahistoricus Huub Wijfjes van de Rijksuniversiteit in Groningen. Willem Middelkoop, als eerste goedemiddag. Goedemiddag. Waarschijnlijk ongeveer de meest geïnterviewde journalisten rond deze crisis. Is er dan ook nog een kans dat je wordt opgeroepen voor een parlementaire commissie als die in Nederland zou komen? Is al gebeurd. Want ik ben al voor een parlementaire commissie, de financiële commissie van de Tweede Kamer, verschenen. Maar dat ging toen over de vraag wat er precies speelt in de kredietcrisis en wat we kunnen verwachten. Dus ik werd niet ter verantwoording. Deskundige. Ja, als deskundige. Ik werd niet ter verantwoording geroepen. Dat kan ook nog. Want hoe denkbaar is dat, dat in Nederland zou gebeuren, zoals dat nu in Engeland is gebeurd? Nou, het lijkt me eerlijk gezegd ondenkbaar. Maar goed, in de kredietcrisis is alles zo bijzonder dat niets is bijna meer ondenkbaar. En ik zou me ook voor kunnen stellen. Ik ben ter verantwoording geroepen trouwens bij De Leugen Regeert door een hoogleraar economie, Arjo Klamer. En die vertelde daar, Willem, jij maakt paniek om niks daar op Beursplein 5. Want dit is een hele erge crisis voor de financiële instituten. Maar we gaan hier in de reële economie niets van merken. Ja. Dus waar al die paniek voor nodig is dat het zo erg gaat worden. Maar dit was een jaar geleden. En meneer Arjo Klamer heeft inmiddels bewezen dat hij weinig van de kredietcrisis begrijpt. En dat ging over het optreden in de wereld draait door? Ja. Nee, dat ging over mijn optreden op Beursplein 5. Okay. Dus dat ik vertel dat die kredietcrisis veel ernstiger is dan iedereen denkt. En dat je er best zorgen over mag maken. Want later in de wereld draait door ging het daar ook over. Ja. En toen zei je dat niet altijd de hele waarheid wordt gezegd. Als ik dat even vrij vertaal. En daarover dat je ook weer in De Leugen Regeert. Laten we even luisteren naar De Wereld Draait Door. En daarna de reactie in De Leugen Regeert. De slotvraag aan jou is altijd, en ik ben bang dat je het niet voor de laatste keer zit doen. Kunnen we rustig gaan slapen? We kunnen nog steeds rustig slapen, omdat ook alle mensen Wouter die Bos, hun geld bij de ING hebben staan. Ja, Wouter Bos gaat onmiddellijk ING nationaliseren als de druk op ING te groot wordt. En verwacht dat voor het einde van het jaar, dan mag je me voor kerst aanhalen. Een ander voorbeeld, ik werd uitgenodigd door De Wereld Draait Door om daar te komen praten over ditzelfde onderwerp, inhoudelijk over de kredietcrisis. Toen heb ik gezegd, daar heb ik een groot probleem mee. Want als ik eerlijk kon zeggen wat er nu gebeurt, voor zo'n groot publiek, daar kijken 1,5-2 miljoen mensen naar, dat is gewoon levensgevaarlijk. U zegt het wel bij RTL. Ja. Ja, maar dan kom je op een punt dat je als journalist kan je heel makkelijk mensen zorgen aanpraten, paniek aanpraten. Nee, maar je kan niet als journalist zeggen van, nou, ik vertrouw die bank niet, loopt u maar naar de bank, ik zou uw geld daar weg gaan halen. Terwijl je dat misschien zou moeten zeggen op grond van de feiten die je kent. Hoe ver is dit dan bezijden de waarheid? Nou, ik heb laatst bij Paul Witteman bekend dat ik 1 keer heb gelogen. Ik ben altijd heel voorzichtig in het praten over zeg maar mogelijk financiële paniek of dat je geld bij banken weg zou moeten halen. Omdat ik weet dat je hebt ook als journalist ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Eigenlijk als mens, niet als journalist. Je hebt als journalist een verantwoordelijkheid om de feiten zo eerlijk mogelijk te vertellen. En je hebt denk ik als mens, gewoon als burger, de verantwoordelijkheid om niet paniek aan te wakkeren. Wanneer heb je dan gelogen? Nou, ik kreeg op het hoogtepunt van de crisis kreeg ik een vraag bij Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Willem, kunnen we, als die laatste vraag, Willem, kunnen we rustig slapen? Moeten we niet extra gaan pinnen? En het leek me toen hoogst onverantwoord om te vertellen dat ik die dag extra was gaan pinnen. 2 keer het volledige bedrag. Wat had je zelf euro gedaan? Ja, want de crisis was toen zo ernstig. Dat is nu achteraf ook bevestigd door de Amerikaanse ex-minister van Financiën. Die heeft gezegd, er zijn 3 punten geweest afgelopen half jaar waarbij ik serieus heb gedacht dat we deze ineenstorting van het systeem niet in de hand konden houden. En dat was op een bepaalde vrijdag duidelijk het geval. Je zag het aan bepaalde bewegingen op financiële markten. Er was toen zoveel paniek. En ik vond het toen voor mijzelf opportun om wat meer cashgeld in huis te halen. Maar je kan niet tegen 1,5 miljoen mensen zeggen van gaat u maar extra pinnen. Doe dat ook maar. Nee, dan blaas je dat systeem op. Ja. Huub Wijfjes is mediahistoricus. Goedemiddag, meneer Wijfjes. Goedemiddag. Eigenlijk is het een beetje kiezen tussen paniek zaaien en vals voorlichten. Lijkt me een lastig dilemma voor journalisten. Ja, maar het komt heel veel voor natuurlijk. Niet alleen in de financiële wereld. Ook in bijvoorbeeld verslaggeving rondom oorlogshaarden of dreigende oorlogshaarden, burgeroorlogen, hongeruitborstingen. Ja, daar moet je altijd kiezen tussen je verantwoordelijkheid als journalist om het nieuws te brengen en je verantwoordelijkheid, ja, wat Middelkoop ook zegt, als burger
om niet al te overdadig paniek te zaaien als dat misschien ook niet nodig is. Ja, maar goed, je moet ook weer eerlijk blijven. En ja, als je zelf dus twee keer gaat pinnen... Ja, maar ik geloof dat Middelkoop hier bedoelde op het feit dat je als je een op de vraag van Nieuwkerk, daar begon het mee, die is nogal zuigend. Hè? Mm-hmm. Van moeten we allemaal gaan pinnen? Ja, ik vind het antwoord daar ook op terecht. Nee, want als je dat volmondig ja zou gaan zeggen, ja, dat zou misschien leiden tot een maatschappelijk gedrag wat onaanvaardbaar is. Moet je dat en wat ook niet in proportie staat tot wat er gebeurt. Zou je dan bijna moeten zeggen, de vraag is in dit geval wakkert juist aan tot meer angst? Ik vind die vraag van Nieuwkerk inderdaad angstaanjagender dan het antwoord van de heer Middelkoop. Ja, nog één voorbeeld. NRC Next is een paar weken daarvoor met een kop gekomen waar niemand over gevallen is, vreemd genoeg. Ga pinnen nu het nog kan. Of woorden van gelijke strekking. Echt over de volle breedte. Nou, dat vind ik echt hoogst onverantwoordelijk. En dat was niet cynisch bedoeld in dit geval? Nee, dat ging over de kredietcrisis. Ja, meneer Wijs... weet je, het brengt de werkelijkheid van een complex probleem zo terug tot, wij spreken, één keuze. Of je pint of je pint niet. En daarmee, bij wijze van spreken, reduceer je de werkelijkheid tot een stereotyp zwart-wit beeld. En dat is niet zo. Maar vindt u dat er verschil moet zijn in nieuwsberichten brengen of opinierende stukken? Hoe ver je kunt gaan als journalist, meneer Wijfjes? Jazeker. Kijk, meestal is dat ook gescheiden. Hè? Dat is een klassieke journalistieke wet die overigens de laatste tientallen jaren met voeten wordt getreden. Met name in dit soort talkshows, moet ik zeggen, waarin de opinierende dingen worden vermengd met feitelijke berichtgeving. En kijk, in een opiniestuk moet je als analist, en als, in dit verband als beursanalist of financieel analist, eerlijke voorlichting geven. En dat kan inderdaad dramatische vormen aannemen. Ja, ik bedoel, wij moeten uitgaan van de deskundigheid van bijvoorbeeld mensen zoals Middelkoop, die goed kunnen beoordelen op grond van ervaring en specifieke kennis, dat ze die analyse op de juiste basis funderen. Kijk, als je die geloofwaardigheid niet hebt, ja, dan valt dat hele medium RTLZ door de mand. Maar het valt mij wel op dat Willem Middelkoop, dat we van deskundigen de afgelopen maanden heel veel verschillende verhalen ook hebben gehoord. Ja, dat maakt het wel moeilijk. Ja, maar, wie moet je nou geloven? Nee, kijk, de autoriteiten beginnen altijd met sussen, met positief spin. Ja, maar ook economen, hè? En die verschillende adviezen geven. Nou ja, Arjo Klamer is een mooi voorbeeld. Hè? Iedereen had die man hoog zitten en die heeft gewoon aangetoond dat hij als hoogleraar culturele economie niets begrijpt van financiële markten. En ik heb het wel eens vergeleken bij Leugenregeert. Het is ook net zoiets als dat een hartchirurg zegt tegen kinderpsychiater dat hij zijn werk niet goed doet. Je bent allebei arts. In dit geval ben je, zeg maar, allebei econoom. Maar de een begrijpt iets van financiële markten, wat echt een specialiteit is in die economie. En ja, Arjo Klamer die begrijpt die financiële markt niet en kan daar dus helemaal niet de goede conclusie trekken. Deelt u die mening, meneer Wijfjes? Ja hoor, ik vond dat verhaal, ik heb die uitzending een paar keer gezien, ik vond dat verhaal van Klamer heel weinig overtuigend. Want kijk, journalisten, wordt vaak van gezegd van ja, die roepen de crisis uit voordat die nog heeft plaatsgevonden. Maar als je goed kijkt naar wat de feitelijke berichtgeving is, en dat is ook gebeurd in deze financiële crisis, is dat ze volgen de uitspraken van vaak officiële autoriteiten, zoals politici, andere financiële specialisten, ministers en noem maar op. En die roepen de crisis uit. En dat is denk ik ook met enig recht. Ik bedoel, er gebeuren ook nog wel zaken die nogal traumatische vorm hebben aangenomen. En Klamer probeert dat op een bepaalde manier weg te bagatelliseren, alsof journalisten maar dingen uit hun duim lopen te zuigen. En dat vind ik volstrekt onterecht. Jammer dat hij hier niet zit, want had hij ongetwijfeld ook nog even kunnen reageren. Ja, want hij heeft het nog eens herhaald. Want hij heeft het ook nog eens bij Eén Vandaag. Bij Eén Vandaag heeft hij het ook weer lopen roepen. En vergeet ook niet dat... Maar misschien is dat ook als een soort tegengewicht tegen alle zorgelijke berichten. Ja, maar goed, dan ben je dus bezig met een soort campagne of zo. Dan moet je niet doen alsof je bezig bent mensen eerlijk voor te lichten. En je moet niet vergeten, in dit soort gevallen, autoriteiten hebben er altijd alle belang bij om het te bagatelliseren, om het echte nieuws achter te Maar voor een journalist is dan dus oppas geblazen dat hij niet denkt, ik doe er een schepje bovenop om tegen de van die politici te bieden. Soms moet dat juist. Ja, want om nog even te hebben over dat je feiten en meningen moet scheiden. Daarom hebben we RTLZ bewust de rol die ik daar heb een beurscommentator genoemd. Ik zit daar omdat als je alleen maar blijft bij de feiten, dan kan je onvoldoende duidelijk maken wat er echt speelt. Je moet het meteen gaan duiden, gaan commentariëren. Dat is in de economie zeer belangrijk, want de feiten zijn vaak niet de echte cijfers. De cijfers die je krijgt zijn vaak niet de echte feiten. Meneer Wijfjes, nog heel kort tot slot. Zijn de Nederlandse media goed bezig in de crisis? Betrouwbaar? Nou, dan veralgemeniseer je een oordeel. Ik denk over het algemeen dat onze Nederlandse media op het financieel-economisch vlak ten opzichte van andere landen uitblinken in tamelijk gedegen
berichtgeving. Dat neemt niet weg dat sommige media, maar dat doen ze ook op allerlei andere vlakken, de neiging hebben dingen sensationeel uit te vergroten met bepaald woordgebruik. Ja, kijk, dat kan je de financiële journalistiek in Nederland in het algemeen niet aanrekenen. Oké. Ik dank u beiden, Huub Wijfjes en Willem Middelkoop.